gebouwd. Ze hebben eigenlijk 3 dagen gehad na deze dag. Eentje over bricks, eentje over behavior en de laatste in de serie is er over bytes. En dat is vandaag bij Spirit, het IT-bedrijf van de Raad van de Rechtspraak. En ik mag daar een van de sessies verzorgen. En ik doe de sessie over de nieuwe medewerker. Waar haalt hij of zij de tijd vandaan? Mag ik jou een vraag stellen? Wat gaan we vandaag hier beleven? Het is een mooie dag over IT. En we willen een hoop dingen laten zien. Dus we hopen dat in eerste instantie een wat inspirerende verhaal langskomen. Danny Mekic die je net gezien hebt. Wat verwacht je van vandaag? Nou, ik verwacht voornamelijk veel te zien. Ik hoor bij de projectgroep en ik heb dit keer niet georganiseerd. Dus ik ben heel benieuwd. En ik wil natuurlijk het mooie gebouw zien en de nieuwe ontwikkelingen. Dus, En iemand van de Rabobank, vanuit de praktijk en vooral daarna het doen. Dat is soms, we hebben heel veel gemaakt en heel veel zijn erg enthousiast over IT en vind het erg leuk om dat onze wereld te laten zien. Hoeveel mensen komen er? We denken man of 170 ongeveer uit de rechtspraak. Ja. Als iedereen IT leuk begint te vinden, dan hebben we heel wat bereikt. Ja. Dat gaan ze vandaag zeker zien, daar ben ik van overtuigd. Nou, ik ga iets nieuws proberen, ook voor mij iets nieuws. We hebben normaal gesproken ongeveer 1,5 uur voor zo'n sessie en nu hadden we 3 kwartier. Dus ik dacht, nou, misschien kunnen we het nog iets sneller doen. Ik ga een Petje Kucha geven. En dat is? Petje Kucha is een format wat bestaat uit 20 slides die ieder 20 seconden mogen duren. En PowerPoint dwingt af dat na 20 seconden ook echt de volgende slide komt. Dus je weet gewoon zeker dat je vanaf het moment van start tot eindigen, daar zit 6 minuten 40 seconden tussen. Er zijn een aantal workshops waarvan ik wat gebrekkige kennis over heb. Ik hoop dat ik daar iets van meeneem naar huis. Is er een specifieke die je aanspreekt? Rechtszaal, toekomst, discussie, richtlijnen sociale media, ons nieuwe werken, Spirit, dat zou ik best willen zien. E-mailloos werken, lijkt me interessant. Ik wil weten hoe ik een app moet maken. Dus, ik hoop dat het een hele mooie dag gaat worden. Een heel specifieke sessie die je gaat volgen. Wat is een sessie? Je mag de kiosk presenteren, de multipad en de promotie, de foto.